Op dit moment, op de vrijdagavond, tussen 7:30 en 8:30, wordt er door Gijsbert Kok een carillonconcert gegeven. En we mogen zelf kijken, u had het allemaal kunnen doen, hoe hij dat exact doet met zijn vuisten. Die totaal 38 klokken bespeelt op de juiste manier en op de juiste toon. Het wordt eerst even flink klimmen, dus op naar de toren. Ik hoor net dat het 131 treden zijn, jongens. Wat mazzel dat we dit kunnen monteren. Want dit is nog even voor mij een strijd tussen mens en trap. Ik heb de treden niet geteld, maar deze treden en dit carillon stamt uit 1671. En het is een zogenaamd hegemonie carillon. Gaan we vragen aan Gijsbert wat dat betekent. Nee, nog meer. Nou, het is dat Jelle Zijlstra van het automatenkabinet hier niet bij is. Want die had zitten smullen van deze automatische trommel. En die bedient dus dat carillon, wanneer we dat willen. Dat die puntjes hier, die bedienen elke keer een bepaalde klok. En die trommel die gaat dus draaien. Dat zijn die vertegenwoordigen, de noot op de notenbalk. Ja. En dit zijn dus alle klokjes die bediend worden dan. En diezelfde kabels, die hebben we straks ook boven bij de bijen. Die zitten als het goed is. Het heilige der heiligen is waar we nu bijna zijn aangekomen, jongens. Hier gebeurt het allemaal. Met kabels en ouderwets vuistenwerk krijgt Gijsbert het voor elkaar om er ook nog muziek uit te krijgen. Dat hoor je buiten natuurlijk beter als binnen. En er zijn natuurlijk altijd weer bekende wezens die me voor zijn geweest. Jan gaat volgens mij een cursus carillon bespelen volgen vandaag. We hebben hem betrapt. Jan, ben je wat vrije tijd invulling aan het zoeken? Nou, het Slazenbruggenfeest wat rustiger is geworden. Je gaat studeren voor bijhoud hier in Wees. Nou, wat dat betreft ben ik niet muzikaal, maar ik vind het heerlijk om te zien. En ik liep er net beneden. Ja. En het klonk gewoon heerlijk. Dus ik denk, nou laat ik nou toch eens een keer kijken. Ik ben hier nog nooit geweest. En dat was voor mij een aanleiding om vanavond eens even te kijken. Ja. Heerlijk. Hoe kwam jij boven, net zoals ik, heigend? Nou, worstelend. Toch ook, hè? Ja, dan ben ik gelukkig niet de enige. Nou, deze bijhoud hier, Gijsbert Kok, die moet eerst de trap op. Dan vervolgens alle tassen uit. Uitpakken en dan heigend bestijg je het carillon. Zo heet dat zo of niet? Nou, je bestijgt de toren en of je heigt, dat hangt ervan af of je op tijd was of een beetje aan de late kant. Dus niet puur met de conditie heeft dat te maken? Nee, als je maar regelmatig trap klimt, dan... Ik had laatst iemand aan de telefoon, trouwens, dus toen zei ik, moet ik even boven pakken. Dus die met de telefoon naar boven. Hij zegt, je loopt de trap op en je heigt niet eens. Ja, dat heb je als je bijhoudier bent. Ja. Dan hoeft dat niet meer. Ja, dat was mijn volgende vraag eigenlijk. Ah, ja. U bent van huis uit bijhoudier, fulltime. U reist het hele land door op weg naar diverse carillons, klopt dat? Nou, het klinkt prachtig wel zo. met de fiets natuurlijk, want de carillon is een authentiek, rustiek beroep. Met paard en wagen, ja, nee. En die zie ik dan in zo'n lange zwarte jas op een oude roestige fiets met zo'n klein klotje zie ik hem dan hier de toren in. En als het vorst is, dan heeft hij zijn bussen met antivries, heeft hij ook op het klavier staan. En gaat gewoon door met zijn gedrevenheid het bespelen van het carillon. Nou, hoe bent u er zo toegekomen? Nou ja. Ik heb eerst orgel gestudeerd. En toen moest ik in militaire dienst. Dan heb je heel veel tijd om na te denken. Ja. Want verder hoef je daar niet veel te doen. En toen dacht ik, van orgelspelen kun je bepaald niet leven. En wat is er nog meer leuk in de muziek en zo. En toen kwam ik op die bijhoud. Ja. Want ja, het heeft ook toetsen en je speelt ook met je voeten. Dus het heeft iets van, een piano speel ik ook. Dus het is een soort kruising tussen orgel en piano. Juist. Ja, de kracht komt puur door de aanslag, net zoals bij de piano. Ja, je kunt hard en zacht geluid krijgen door hem hard of zacht aan te slaan. Dus. Het is jammer dat je het zelf niet zo goed hoort eigenlijk, hè? Je hoort het niet zo mooi als beneden. Nee. Je hoort een hoop gerammel erbij en zo. Ja. Maar We kunnen tragisch, hè? Wat microfoontjes buiten ophangen en dan met een hoofdtelefoon hier. Dit is misschien een oplossing? Ik heb het zelf wel eens opgenomen. Ja. Gewoon om te kijken van, klinkt het nou beneden zoals ik denk dat het klinkt? Ja. En je krijgt wel een soort ervaring erin. Dus ik weet wel hoe het overkomt. Ja. En op de duur valt mij dat gerammel niet meer op. Ik luister daar doorheen bij wijze van spreken. Alleen als er dan iemand meegaat die zegt, nou, het rammelt wel. Dan denk ik, ja, eigenlijk heb je wel gelijk. Ja. Dit orgel is uit 1671, of carillon moet ik zeggen. Ja. Is dat een van de oudste van Nederland? Of? Het gaat alleen om de klokken die hierboven hangen. Okay. Dus dit klavier, dit doet ze, alles wat je ziet, dat is later gemaakt. Want dat zijn van die onderdelen die verslijten weer en die worden dan een keer vervangen. Yes. Maar de klokken die zijn voor een deel uit 1671.
het laagste gedeelte hier. En het bovenste gedeelte is er later in de jaren 60 en 70 bijgegoten. Okay. En het is van de klokkengieters Hemony uit Amsterdam destijds. En dat waren toen de beste gieters die je hebben kon. En er hangen er in Nederland nog, ja, ik weet eigenlijk niet eens hoeveel, maar er hangen in ieder geval nog wel meer bij. Dit zijn er 38, dus we hebben 38 toetsen. Ja, klopt. Ja. En ik zie hier dus de witte pianotoetsen en dat zijn de zwarte. Inderdaad. En de... Dus dan is dit de C. Heel goed. En dan is dit dus de... De D, hè? Ja. Ja. En dan zou dit de Cis moeten zijn? Nee, er is geen Cis. Hé, hey, waarom niet? Want hier zit een gat. Dat zie ik. Het was een grote klok en die werd weinig gebruikt. Dus ja, dat spaart veel geld als je hem niet neemt. Wat een uitmoei zeg. We hebben geen eens een Cis in Weesp. Er is maar één oude... Dan gaan we een actie verhouden. Wij willen een Cis in het carillon. Nou, volgens mij, als je daar toch een actie houdt, kan je beter 4 of 5 kleine klokjes kopen voor het geld dan die hele grote. Maar... Ja, toch? Maar er is geen ene oude Hemony bij uit met een Cis, behalve die in Gouda. Oké, wat is eigenlijk het kenmerk van een Hemony carillon? Wat betekent dat? De Hemony is dus de naam van de gieter. Aha. Okay. Dus de gebroeders Hemony die maakten die klokken. En dat betekent dat ze mooi klinken en zuiver gestemd zijn. Dus wij proberen een toepasselijke einddeun eigenlijk door te drukken. Hè? Daar zijn we eigenlijk voor gekomen hier. Dus ja. Iets gevoeligs nemen. Iets gevoeligs? Een tranentrekker? I did it my way. Och jee. Nou. Het is niet typische carillonmuziek, maar het kan ook. En de tekst staat erbij. Nou, wat let je? Nou. Oké, ik zing, jij speelt. Is goed. Hup, ik hoop dat ik... Dus nu ben je zenuwachtig, hè? Nu ben ik vreselijk zenuwachtig. Wat duidelijk. Als hij mij kijkt, oh wit en verder, kloppen, hij leeft. Alive at all, I've doubled it. Every highway, and more and I did it my way. I did it my way. Vanuit het topje van de hervormde kerk in het hartje van Weesp. Met Gijsbert Kok aan het klavier. Jansen brulde er nog wel doorheen en de cameraman was Raymond van Vliet. Ze zoeken